Nou, alles is al gestickerd en gebruikt. Oké. Okay. Nou, dan ga ik zo nog even in de winkel zetten. Ja. Ze kunnen niet eten. Als je 40 euro per maand overhoudt om van te leven. Dus we hebben hier ook een uitgiftepunt van de voedselbank. Daar staan ze in de rij. Vraag om een voorbeeld van schrijnende armoede en je krijgt een voorbeeld. Man en vrouw zijn getrouwd. Een zoon van 15. Zij moeten nu van de kredietbank. Die stelt dat zij met z'n drieën per maand moeten rondkomen van, even kijken hoor, dat was 36 euro in de maand. Dat zal dan niet. Nou, staat genoteerd. Alleenstaande ouders. Die gaan 44 euro achteruit. Nou krijgen ze een kindgebonden budget. Wat denk je wat daarmee gebeurt? Dan worden de schulden mee betaald. Wat doet dat met mensen? Die raken zo de put in. We hebben nu een collegaatje die er net mee begonnen is. Die is alweer 3 weken thuis. Die kan het gewoon niet aan. Net begonnen met schuldhulpverlening. En die kan niet over andere dingen denken, want de deurwaarders staan voor de deur. Ze hebben zoon. Wat moet die wel niet meekrijgen? Ze ligt er wakker van. Wakker van, ze kan niet slapen. En er zitten daar nog een paar mensen die kunnen niet slapen van de ellende. Het wordt steeds erger, ja. Het wordt erger. Er komen steeds meer mensen ook door dit soort problemen op straat te staan. Is de mars tegen de armoede terecht? De mars tegen de armoede is heel terecht. En ik probeer ze positief te krijgen, want achter elke regenbui schijnt het zonnetje. Maar de spulletjes werken daar ook aan mee. Kleding, maar ik stuur ze ook door naar mensen die ze verder kunnen helpen. Dus ik hoop dat ik een positief plaatje neer kan zetten.